De ommuurde stad in Hongkong, waar Checking Pullinger nu werkte, was een vreselijke plaats. Er waren winkels die alles verkochten. Naast een tweedehands winkel was er een winkel die eten verkocht. Maar ook winkels waar drugs werden verkocht. En zelfs winkels waar kinderen als een soort van slaven, als dienstknecht werden verkocht. Ouders die niet meer voor hun kinderen konden zorgen, brachten hun kinderen naar deze winkel. Daar kregen ze wat geld en de kinderen die werden dan verkocht om te gaan werken. De meest van de kinderen in de ommuurde stad maakten nooit hun school af. Veel van hen die werden boef. Ze gingen drugs verkopen of gingen zelf drugs gebruiken. Jackie wist dat de Heere God heel veel van deze mensen hield. Maar ze wist niet goed wat ze moest doen. Dus ze besloot naast haar werk als lerares zelfs ook maar een winkel te huren. En maakte hier een clubruimte van voor jonge mensen. Een soort jeugdclub waar je kon tafeltennissen en spelletjes doen. En na afloop vertelde ze dan de jongens en de meiden over de Heere God. En hoewel ze het allemaal leuke dingen bedacht en zoveel mogelijk over de Heere Jezus wilde vertellen, leken de kinderen en de jongeren niet te willen luisteren. Een jaar lang hield ze club en een jaar lang vertelden ze elke keer over het goede nieuws van de Heere God. Maar er leek niks te gebeuren. De jongens en de meiden vonden de club heel leuk, maar van het evangelie wilden ze niks weten. Toen begreep Jackie iets belangrijks. Ze kon maar heel veel vertellen over de Heere Jezus, maar de Heere Jezus zelf moest hun harten openen. Dus begon ze elke ochtend te bidden voor alle jongeren die naar haar club kwamen. Heere God, u kent al deze jongens en meisjes. U weet wat voor moeilijkheden ze in hun leven hebben. Hoe donker en zwaar hun levens zijn. Wilt u hun laten zien dat u echt van hen houdt? Dat u echt bestaat en dat u de waarheid bent? Zo bad ze elke ochtend voor al deze kinderen. Toen op een dag vond ze een jonge man buiten de deur van de club. Hij droeg een speciale hoofdband, zodat iedereen kon zien dat hij bij een gevaarlijke bende in de ommuurde stad hoorde. De 14K-bende. Er waren allemaal verschillende bendes in de ommuurde stad die drugs verkochten, soms zelfs mensen doden en veel met elkaar vochten. En deze jonge man, Christopher, had gevochten met een andere bende en nu was hij zwaar gewond. En Jackie beschermde hem totdat hij weer beter was en liet hem daarna weer gaan, terug naar zijn eigen bende, de 14K. En ze wist niet of ze Christopher ooit nog een keer zou zien, maar elke ochtend bad ze nu ook voor hem. En toen, zomaar op een dag, kwam Christopher terug naar de jeugdclub. Hij kwam met een vraag: waarom doe je wat je doet? Jackie begon te glimlachen. Ik doe het omdat Jezus echt om mensen geeft. Ik doe dit namens Jezus. Ik mag zijn handen, zijn voeten en zijn glimlach zijn. En ze nam Christopher mee naar een rustige plek en vroeg hem: weet je nog hoe je t-shirt eruit zag op de avond dat je zo gewond was? Ja, het was helemaal bebloed. En weet je nog wat je toen gedaan hebt? Je hebt je bebloede t-shirt uitgedaan en een nieuw t-shirt aangedaan. Christopher, dit is wat Jezus met je hart wil doen. Hij wil je hart dat vol is met verkeerde dingen uitdoen en je een nieuw schoon hart geven. Die dag gaf Christopher zijn hart aan Jezus en kreeg hij een nieuw hart. En kort daarna kwamen er nog meer jongeren die in Jezus begonnen te geloven en zijn volgelingen werden. Jackie kon voor hen bidden en over Jezus vertellen. Maar alleen Jezus kon hen veranderen en hen een nieuw hart geven. Dat had Jackie nu wel ontdekt. Mooie dingen gebeurden, tot er op een dag de hele jeugdclub 's nachts kapot werd gemaakt. Waarom dat gebeurde en hoe het toch goed uitpakte, dat horen we de volgende keer.